Hey, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Het is vandaag zulk slecht weer. Je ziet dat het hier super licht is. Maar dat is niet helemaal waar, want ik heb mijn camera goed ingesteld. Het is super slecht weer en ik dacht, wat is nou het beste om te doen met regen en storm om in kring lopen? Maar dit keer wel met een andere twist, want ik dacht, misschien is het wel leuk om naar outfits te kijken van celebrities met tweedehands items. Je gaat natuurlijk niet de exacte outfit precies vinden, maar zie het meer als een soort van inspiration. Ik volg Hailey Baldwin Bieber. Of heet ze nu Hailey Bieber? Dat weet ik even niet. Laten we dat even opzoeken. Op Instagram heet ze Hailey Baldwin Bieber. Nu volg ik Hailey al een tijdje en ik vind haar stijl echt super leuk. Het is zeg maar girly, maar ook weer stoer. Zij zit echt een beetje in een mix van stoer, maar toch girly en heel erg comfy. I like that, want dat is ook een beetje mijn stijl. Dus ik dacht, we gaan samen op Pinterest kijken. En dan ga ik proberen om twee outfits van haar online te vinden. En dan gaan we het bestellen en passen. Cheers to that. Ik ga wel naar outfits kijken die ik zelf ook echt leuk zou vinden om te dragen. Anders vind ik het best wel zonde om het te kopen. Puur alleen voor deze video. Welkom op mijn bord. Ik heb nu een aantal outfits die ik heel erg leuk vind van haar opgezocht. Eén daarvan die ik echt heel erg leuk vind is deze. En dat is echt zo'n suit met van die grote schouders en dan zo'n classy strak topje eronder met van die oorbellen. I love it. Ik denk dat het best wel moeilijk wordt om tweedehands een co-oor te vinden. Maar weet je, we kunnen het altijd proberen. Hetzelfde met deze, ook zo'n co-oor. Super leuk. Ik vind het echt vet cute. Oh nee, waar ga ik nou naartoe weer? Hailey Bieber, slecht hier. Spelfout. De outfit, ik vind dit echt super leuk. En dit bedoel ik. Echt zo'n cute topje met zo'n cute rokje. En dan met zo'n oversized blouse erop. Ik hou ervan. Dit. Love. Love, love, love. Oh, ik heb deze twee keer opgeslagen. Nou, omdat ik deze twee keer heb opgeslagen, gaan we hiermee beginnen. Ze zijn. Dit moet lukken toch, mensen? Mocht jullie nog tweedehands online winkels voor mij hebben waar ik zeker op moet kijken, of waar jullie graag een video van zouden willen zien, laat het dan vooral weten in de comments. Want ja, ik ben altijd in voor nieuwe dingen. Ik ga allereerst zoeken naar een witte rok. Letterlijk, je typt spijkerrok wit in en je krijgt geen spijkerrok wit. Deze is leuk. XS. Kijk eens aan. Op zich is dit wel echt een leuke. Deze. America Today. Oh, zo leuk. Dit is een set. Even, we gaan naar dames. Rokken. Subcategorios. Korte rokken. Petit. Niet lang. Ik vind deze ook heel leuk. Dit vind ik nou echt een leuke rok. Dit is zeg maar een rok die je gewoon niet vaak ziet. Vind ik echt leuk dit. 18 euro. Ja, dat vind ik dus echt minder, hè. Trouwens, ja, ik zit op de grond. Ik heb wel een kussen hier. Soms voel je gewoon goed op de grond. Herkent iemand dat? Oké, we gaan even verder zoeken. Oh, deze. Dit. Maar het is niet haar stijl. Maar het is wel mijn stijl. Maat 32. Hoe leuk is deze? Ja, waar ga je dan voor, hè? Dit is wel meer die van de foto. Dat wel. Zomaar 4,50. Dat is niet veel. Deze heeft wel echt een vintage vibe. Maar hij is wel te lang. Het moet korter. Dus ik denk dat ik dan toch voor die Bershka ga. Wat hebben we dan? Het topje. Het is een beetje zo'n laag topje. Ik hou ervan. En dan gewoon geen BH eronder doen. Dat is ook echt top. Snap je? Top. Sorry. Even kijken. Oeh. What is this? Love dit. Maar dit is niet zo'n met zo, zeg maar. Misschien ook even de kleur. Oh. Hè? Misschien moet je ook even de kleur. Ik vind het trouwens zo'n leuk outfit. Heeft niemand zo'n top? Hoe heet zo'n top? Geen haltertop. Hey. River Island. Glitters. Nee. We don't want it. Wat is dit? Taco. Wie kent de taco nog? Nou, sorry hoor, maar het is er niet. Oh, dit. Hey. Kijk eens. Dit is hem toch? Of niet? Kijken. Oh nee.
Lovies. Nee, te hoog. Te hoog, Lovies. Te hoog. Ik heb deze net gevonden. Hij is wel heel erg krop. Maar als je dus een high-waisted rokje hebt, is hij natuurlijk al wat kort. Dan is hij ongeveer zo. Ik vind het wel leuk. Want dit zoiets kan je ook een oversized blazer overheen doen. Het is echt nog lastiger dan je denkt gewoon. Die gebreide ga ik denk ik nemen. Dat is trouwens ook echt heel leuk op die monkey. Die monkey rok. Maar het is bij haar wel een crop top. Dus kan ik dat opzoeken. Crop top. En deze. Oeh, en deze. Dit. River Eye. Oh, dat is weer die. Oh, dat is weer die glitter. Dit lijkt geen crop. Maar ik kan hem ook nog zo dubbel vouwen. Maar bij Haley is het echt. Deze lijkt er wel heel erg op. Dan zijn we op zoek naar de blouse. En ik denk dat we dan het beste bij de mannen kunnen kijken. Ik wil trouwens nog een video maken waar ik alleen maar mannelijke items koop. En die ga stylen. Dat vind ik zo leuk. Overhemden. Ja, is het nou. Weet je wat ik me afvraag? Is dit nou spijker? Niet eens gestreken, meid. Het moet eigenlijk een grote blouse zijn. Die wel van dikker materiaal is. Want dat is ook iets wat. Dit zou ik ook wel echt dragen. Ik vind het echt super leuk. Tailor made. Nee, dat ziet er doorschijnend uit. En deze. Bertoni. Dit is echt zo'n suit. Oh, dit wordt lastig. Welke blousemaat zou ze aan hebben? Hoe groot is 46? XXL. Borstomvang 98. Ik moet eigenlijk weten hoe lang. We zijn zoveel later en ik zoek nog steeds de perfecte blouse. Ik heb nu deze gevonden. En ik zag deze foto en ik dacht, dit staat hem allereerst vet goed. Hij is wel €15, maar ik vond de kwaliteit van de blouse heel erg mooi. Als je naar die van Haley kijkt, dat is ook niet zo'n echt zo'n blouseje, weet je wel. Echt zo'n overhemd die heel dun is. Dus ik zat te denken om deze te halen. Horen jullie mijn laptop? Gaat niet helemaal goed. Hallo, welkom bij het tweede gedeelte van deze video. Ik heb inmiddels alle pakketjes binnen. We gaan samen uitpakken. En dan is het hopelijk gelukt om deze look na te maken. Ik hoop ook dat het gewoon items zijn die ik ook kan dragen. Dit is de rok. Oké. Wel kort. Laat aan doen. Nou, dit rokje is echt veel te kort. Mijn S stopt precies hier. Helaas kan ik deze niet in het echt dragen, wat ik heel erg jammer vind. Deze rok was €4,50. Ik draag zelf echt alleen maar lange rokken. Dus ik vind het eigenlijk wel leuk zo'n kort rokje, maar het is echt te kort. Maar goed, weet je, we gaan door met het volgende pakketje. Hij was ook maar €4,50, dus nou ja. Misschien kan ik hem nog verkopen bij de online closet sale. Ik ben zelf 1,60. Dus mochten er nog mensen zijn die iets kleiner zijn dan ik en deze rok willen, of misschien vind je hem helemaal niet te kort, dan mag je hem overnemen. Wauw! Jullie weten dat ik echt van deze stijl hou. Ik hou echt van dat gebreide en oh, korte achterkant wel. Nu zie ik dat hij niet helemaal natuurlijk in dezelfde kleur is. Dat had ik wel kunnen verwachten, maar het gaat natuurlijk om de inspiratie en om de vibe. Dit topje heb ik gekocht voor €5. Hij ziet er echt nog helemaal nieuw uit. Dus laten we het aandoen. Hij is oké. Op Haley's foto is hij ook nog, zeg maar, dat hier nog blote buik is. Ik vind het topje zelf echt super leuk. En ik zou het ook niet dus met dit rokje dragen. Maar we hebben natuurlijk ook nog de blouse die er overheen gaat. Check it. Check it. Dit is niet de outfit, weet je. Dit moet de blouse zijn. Oké. Oh, ik vind deze wel echt heel leuk hoor. Ik heb dus echt een goede blouse volgens mij gevonden. Hij is echt nog helemaal mooi. Ik kon dus alleen maar blouses vinden die zeg maar echt zo'n blouse stof hadden. En ik zocht echt een wat dikkere blouse. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar ik zocht dus echt zo'n soort blouse. Maat L, maar er stond dat hij gewassen was. Ik denk te heet en nu een maat M is. Ik hoop echt dat dit staat, want ik vind het zo leuk. Ah, oh my god. Ja! Oh my god.
Die blouse is letterlijk bijna die blouse. Ik ben echt dus heel erg blij met deze blouse. Bij haar valt hij nog iets langer. Maar ik vind de blouse zelf ook gewoon heel erg mooi. Dus dit is echt een goede koop. Deze blouse was 15 euro. Je moet er wat voor over hebben. Ik zie wel dat het niet echt matcht met dat gebreide. Ik dacht echt dat het zeg maar een vibe was. Maar het is geen vibe. De outfit zelf. Echt zo cool. In dit zit de bril. Nu heb ik dus niet echt de exacte bril gevonden. Maar ja, hè, je kan sowieso niet de exacte outfit vinden. Oh nee. What the fuck is dit? Wat is dit? Dit lijkt echt op zo'n 3D bril van de bioscoop. Ik durf niet eens op te zetten. What a failure. Wat is dit? Nee. Nee. Dat kan toch niet? What a failure. Ik ga stuk. Nee, 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 sorry. Nee. Dit is toch niet, dit is niet wat ik heb besteld, toch? Let me check. We all make mistakes. In die foto heeft ze ook nog van die golden earrings. Deze had ik echt voor 2 euro of zo. By the way, ik heb geen hakken gevonden die zij droeg. En ik vond het ook best wel zonde om de hakken te kopen, omdat ik weet dat ik zelf amper mijn hakken die ik hier heb staan draag. Dus weet je, we doen het even zonder. Nou, ze heeft een knot. Dus ik gebruik deze scrunchie. Deze is niet van de Kringloop, deze is van Atelier des Femmes. Maar we weten allemaal de Haley bun. En dat is zo naar achter. Heel eerlijk, ik vind ze slecht nog niet. Ik vind het echt een look. Ik hou er echt van. Het is alleen dat ik deze wat minder vind. Ik dacht ik maak het eigen, maar het past toch niet helemaal, hè, in de vibe. Tada. Wat ik er zelf bij zou dragen is niet deze bril. Die blouse vind ik echt zo leuk. Ik zou er zelf nog, ik weet niet, zit niet echt een tasje zie ik. Zo'n tasje erbij dragen. Vooral als je echt zo'n monochrome witte outfit hebt. En ja, ik hou hier echt van. Ik vind dit echt super leuk. Als ik dan nog dit erbij zou doen. Dan heb je zeg maar all white. En dan komt zeg maar dat beige komt weer terug in de scrunchie. En dan ook met de hoops. Ja man, ik vind het wat. Om nog wel in het thrift te blijven zou ik dit tasje erop doen. En dit tasje heeft echt de perfecte lengte. Ik had deze in een thrift shop gekocht in Parijs voor maar 5 euro. En I love it. Nou, dit was mijn Inspired By video. Die bril hoort er eigenlijk natuurlijk wel bij. Hè? Ik was helemaal vergeten dat ik bij al deze bestellingen op Jijn Wardrobe ook nog dit topje had besteld bij iemand. En deze was maar 3,50. Dus die wil ik nog aan jullie laten zien. Ik heb mijn mom jeans aan. Ik heb dit topje. En ik denk dat het best wel leuk is met mijn blouse. Oh, ik vind het zo leuk. Als je een beetje zo, hè, een beetje af shoulder. Ik ga hem niet helemaal dicht. Oh jawel. Look at that. Zo leuk. Echt heel leuk. Dit was mijn Haley inspired video. Ik hoop wel dat jullie het leuk vonden. Natuurlijk zijn die dezelfde items. En het gaat natuurlijk om de inspiratie. Als jullie deze video leuk vonden, laat me dan ook vooral weten welke celebrity ik volgende keer moet doen. Of dat ik nog meer Haley-inspired outfits moet doen. Of dus van iemand anders. Je kan me ook altijd foto's van Pinterest doorsturen. Ik vond het echt heel erg leuk om te doen. Even mijn haar los. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En ik zie jullie weer in de volgende video.